mijn smaak nog te weekend is hier op mijn stand. Vandaag gaan we weer lekker Q&A doen met Pim hier. Met Pim. Eet je eten. Ja, deze keer was een beetje mislukt. Dat was echt geweldig, Pim zijn beelden. Volg me ook op mijn nieuwe, ik heb nog mijn Insta, ik heb bijna 200 volgers, please. Hoe heet het nou? Volg me, stam bij. Wow, oké. Ik heb ook een nieuwe, daar doe ik zeg maar de leukste foto's van mijn YouTube kanaal en zo, dat soort shit. Maar we gaan Q&A doen met deze vriend hier. Een beetje lekker heb je. Is van nieuwe smaak. Ik heb ook bijna op YouTube de 75 abonnees. Dus zeker abonneren. Oh mijn god, 61 weergave. Oh, Stan, hou je bek. Oké. De eerste vraag, holy shit zeg. Is deze van Pim Hagens? Is Pim een gangster? Shout naar jou trouwens, Pim Hagens. Pim, ben je een gangster? Wacht, als je deze... Pim, wacht even. Pim, kijk. Als je deze niet hebt, ben je een gangster. Hij is geen gangster, jongens. Als je van de vloer bent, ben je een gangster. Dan heb je scheid aan iedereen. Oh! Oké. Pim, je mag hier gewoon weer normaal eten. Jongens, ik heb een aidspakje omdat hij anders wegloopt. En dat vindt hij niet. Dat vindt ook niet leuk. Ik heb fucking dit is het wel met Pim en mij. Oké, maar en de tweede vraag is van Thijs Maas. Heb je een boot? Ik zag hem volgens mij bij in de sloot springen. Oh, die video dat ik in de sloot spring. Die heeft 200 weergaven. Zo. Het 61 weergaven. Pim. Pim, nee, je gaat hem niet weg. Pim. Eten. Dat vind je lekker. Pim, je vindt het wel lekker. Maar ja, ik heb inderdaad een boot. Wel grappig. Je mieder vraagt, wil je liever geen benen of geen armen? Liever geen benen, want zijn ook rolstoel. Kan alleen nog geen sport. Pom Zuber vraagt, waarom alleen met Pim? Alleen. Oh nee, alleen. Sorry. Alleen met Pim. Ik kan ook een keer een Q&A maken met Pim, Pom en Pam. Dat is best een goed idee. Oké. Wordt druk. Maar ook, ja, dat kan op zich. En trouwens, Gerrit Boom zegt, waarom heeft Daan geen kanaal? Nou, Daan vindt het niet zo heel leuk en die heeft ook heel veel met school en shit. Dus, Pim, kom nou voor die camera, want die camera die is hier. Pim, wil je nou beroemd worden? Pim, dit vind je lekker. Nee, Pim, hier, dit is lekkerder. Pim. Gaat die daar een boekje eten? Deze is van Silverboat Doc. Wat wil je bereiken met... Sensor. Oh, lekker Pim. Wat wil je bereiken met YouTube? Nou, ik wil gewoon zeg maar, ja... Wat wil ik bereiken? Ik wil gewoon abonnees. Ja, weet niet. Ik weet niet wat ik ermee wil bereiken, maar... Oh mijn god, echt game. Sorry hoor, maar... wat ik wil bereiken met YouTube, gewoon veel abonnees en dan wordt het alleen maar leuker. En ik ga ook als ik jaar... Oh, sorry Pim, trapte hem. Ik wilde niet meer eten. Maar ik ga dit jaar in oktober, ben ik jarig, ga ik waarschijnlijk een onderwatercamera kopen en misschien ook nog een normale camera. Sowieso die normale camera. Want ik heb een camera, ik weet niet wat voor iets die heeft, maar ja. En... Pim Hagens, Charlie zegt hier, wacht, hu? Oh ja,
Robin Marken zegt, kijk je eigen filmpje. Ik kijk niet mijn eigen filmpjes. Ik kijk alleen maar over views en likes of je echt goed wordt bekeken en zo. En natuurlijk de reacties. En de volgende. What the fuck? Oh ja, hier is er nog eentje. Deze is ook van Gerrit Bomen. Was het echt koud toen je in de sloot sprong? Nee, het was warm. Nee, het was best wel koud en dat is ook heel smerig. Ik had allemaal visjes daar of zo. Ik ben vandaag ook nog in de sloot gegaan. Is dit de schaduw van mij of? Ja. Pim. Jack Knoller. Stan. Pim, kom binnen. Hallo mensen van Pim Games NL. Oké. Pim vindt het niet helemaal meer leuk. Kijk of er nog vragen van Pim. Oh, sorry, ik doe niet met serie, want. Hij doet dit niet. Trouwens ook dat niet. Oké, jongens, Pim wil echt heel graag weg. Dus Pim mag weg. Oké. Dat zei ik volgens mij toch even. Oh, zo goed ook. Oh nee, wacht. Sorry. Oh ja, wel. Zo goed ook. Hoe oud ben jij en Daan en Pim? Ja, en serie, maar die telt even niet mee. De serie is 35.000 miljoen jaar, denk ik. Pim hebben nu... Jezus. 2,5 denk ik. Wacht. Ja, nee, volgens mij wordt hij bijna 2. Pim wordt ergens in oktober, ja, 9 oktober, volgens mij zoiets. Oh, en hoe oud ik ben? Ik ben 11. En dan is... 15, Jezus. Ik kom even niet op het getal, Jezus. Maar, en Daan Kroon, dus Daan. Die vraagt zo'n serie. Wat vindt ze? Oké. Fuck jou, Daan, die kan je lekker niet vragen. Oké. Daan vraagt, waarom ben jij zo'n noob? Nou, gewoon. Ik kan ook niks doen, dat ik ook niet slechter voor ben. En Sander vraagt, wie is je favoriete poesje? Ik heb Pim, Pom en Pam. Pim is mijn lievelings. Jongen, die is lekker chill. En Daan vraagt, vind jij mij bro? Vind jij mij een bro, denk ik. Ja, ik vind je fucking cool, Daan. Maar wat je af en toe tegen me zegt. Ja, grapje. En Mina Shen zegt, voor welke voetbalclub ben je? Ik ben voor de Eredivisie, ben voor AZ. Maar gewoon normaal ben ik voor Manchester United. En met land Kroatië. Dit is van Harm Games. Hoe lang ga je door met Jezus. Sorry. Hoe lang ga je door met YouTube? Ik denk sowieso dit jaar nog ga ik afmaken. En volgend jaar. Als ik naar de eerste ga, ga ik waarschijnlijk ook nog wel door. Maar dat weet ik niet zeker. Want misschien iets met school of zo. Ik denk het niet. Maar. Ja. Kijk je eigen filmpjes? Nee, ik kijk niet meer. Het zijn volgens mij net. Ja, dat heb ik net verteld. Charlie's vraagt. Wat is je favoriete skin? Dat is die guy met allemaal kleurtjes. Even kijken of ik een foto van kan vinden. Even. Trouwens, ik heb mijn voet Fortnite ook gewoon aan. Of is hij uitgevallen? Nee, niet uitgevallen. Oké, ik doe gekke dingen. Ik weet niet wat, maar... Leuk. Miam. Dit is mijn favoriete skin. Nou, blij? Blij? Ben je blij? Ik
Oké, en Stanker, oh, voor winst hebben 25, is van Charlie ook. Stankerant vraagt, waarom komt William nooit meer in de video? Ik had toevallig nog vandaag een live gegaan, maar ja, het was niet zo lang, maar ik ging zwemmen in een bootje. Maar hij is lekker, dat is grappig. Mijn, ja, hij zit er gat in. Doral, een van ons. Charlie vraagt, ga je ooit editen, geen haat, maar gewoon voor die Q&A? Nou, bij deze Q&A ga ik niet editen. Want, ik weet niet, kijken. Hoi, baby. Hip, hip, pip, hoi. Wat stinkt. Hier. Bropjes. Zal ik eentje eten? Het kan. Jezus, ik wil echt bijna alles alleen behalve aardappelpuree en. Pim, waarom vind je dit lekker? Oké. Wat is Pim zijn lievelingseten dit? Van Pim Magens. Charlie vraagt nog, stel voor je krijgt nog een poes, hoe heet hij dan? En dit is zo'n goeie. Menno. Hallo, Stan? Hallo? What the fuck? Nee. Annuleren. Yo! Nee, wat heb ik gedaan? Maar ik heb iets gedaan. Ik ben, even kijken. Kijken of ik nog vragen heb. Oh, hoe heet je op Insta? Ik ga niet alle reacties, want ik weet niet meer wat ik wel heb gedaan en niet. Hoe heet je op Insta? Ik heet, goede vraag, stand bij. Heb ik al verteld. Volg me ook op mijn nieuwe. Dan ga ik een beetje verleuken. Bijvoorbeeld dit, dan doe ik even als bijvoorbeeld dit. Bijvoorbeeld met pinnen, maak daar even een screenshot van. En ga ik dat even op Insta zetten. Shit. Dus, is Pim een gangster? Pim's een fucking gangster. Jullie hebben dat al gehoord dat Pim een gangster is. Even kijken. Oh ja, en zo knep Knol vraagt: kan je een keer solo live Call of Duty doen? Heb ik ook gedaan, heel toevallig. Nou, niet live, maar. Bessie vraagt: wie heeft de kattennamen verzonnen? Ik, kijk, daar zei ze over Pim. En toen zei ik nee. En toen zei ik ja, oké, is goed. Maar toen zei ik maar geen Pom, want dat is ook van zo'n serie of zo. Van Puk van de Pet, nee. Ik weet even niet meer van. Oh ja, van Jip en Janneke. Jip en Kat, Pim en. Ik weet het niet. Volgens mij Jip en Janneke. Maar toen zei ik maar geen Pom. En toen zei ik van nee, is niet leuk. En nu heb ik hem toch Pom. En Pam, waarom ik Pam heb genomen, dat het als ik Pim Pom en bijvoorbeeld, Quint of zo. Sorry Quint als je kijkt, ik moest even je naam. Maar bijvoorbeeld, Het gaat over een spelletje dat voor hysterische toestanden zorgt. Iedereen komt ineens buiten en iedereen doet hetzelfde spel en daardoor maak je ineens heel veel contact met elkaar. Iets dat... Wat de wacht even. Wat waarom gaat dit op random aan? Downies die zwemmen. Downies die zwemmen. Ja. Waarom ben jij hier, Downy? Wie is hij? Oh! Nee, oké. Gekke. Zeg maar waar. Oké. Even serieus, ik heb dit niet opgezet.
Even dat ook weer niet. Oké, ik stop. Maar hallo, what the fuck, hallo? Hallo, jeugdjournaal? Ik heb het down, jeugdjournaal. Hou je bek. Ik kap. Waarom zit hij dan opeens nog weer op YouTube? Jongens, abonneer even. Ja, dankjewel. Oké, wacht even hoor. Wat, ik heb ook nog Stan. Stan van der Kroon. Uit de kroon. Stan van der Kroon. Wacht. Ah, kut. Ah, fuck. Kijk, ik zat hier met mijn voet. Oh, kut. Mijn controle. Mag ik hier weg? Hallo? Ik mag hier niet meer weg. Ik mag niet meer weg. Nee. Ik word geflashed. Wat? Oh, dat is mijn quiz. Nee. Sorry, mijn quiz. Ik zit... Laat me waar beginnen. Wacht even. Maar ik denk het echt gewoon totaal niet. Oh, mijn god. Mijn hele. Wat heb ik ook weer voor down? Oké. Okay. Ga weg. En nu ziet die opeens random op fucking Fortnite. Kijk. Downspel. Nee, grapje. Maar echt gewoon ook weer die user. Ja, sorry. Ik wil die hele video even verneuken, maar dat boeit me niks, want ik ga niet weer. Ik ga niet weer opnieuw. Sorry hiervoor. Blijf stilstaan. Oh mijn god, maar nu is het beeld niet goed. Ja. Tering. Oké. Blijf staan. Dankjewel. Jezus. Het is ook weer helemaal kut, joh. Ook weer. Maar dat opeens fucking jeugdjournaal. Ja, sorry jongens, helemaal. Maar ik ga weer verder met Q&A. Wat is je lievelingsgame? Dat zegt Kai. Mijn lieveling denkt Fortnite, maar het is niet echt zo van. Ja, ik heb er zin in. En dan misschien. Oké. Ja, dit zijn een beetje alle vragen, jongens. Ja, dit is een beetje kut, maar... Sorry, dit was echt heel raar, maar... Ja, vergeet te liken, vergeet te abonneren. Ik zou zeggen later. Tering, en ik zou zeggen later. Doei.